ik werd bijna in een doos gestoken en meegenomen met de verhuiswagen. Omdat ik zo was aan het staken om niet in te pakken en al die dingen. Maar uiteindelijk, ik ben hier. Toch, jammer genoeg. Ik ga haar sowieso nog veel zien in video's. Er is geen Tiffany zonder Evie. En er is geen Evie zonder Tiffany. Hey guys, Tiffany hier. Met vandaag weer eens eindelijk een nieuwe video voor jullie klaarstaan. Ik weet dat het weer al een hele lange tijd geleden is, maar er is zoveel momenteel aan de hand in mijn leven. Ik ben nog maar pas verhuisd. Nu woon ik echt in een dorp, zal ik niet zeggen, maar gewoon boerenbuiten. Ik ga eigenlijk een soort van korte serie maken. Al mijn spullen zijn net aangekomen, behalve mijn meubels. Dus enkel mijn kleren en de dingen die in mijn kast zaten, zoals mijn make-up en al die dingen. Dus ik dacht, waarom ga ik er geen korte serie van maken en zeg maar uitpakken samen met jullie en samen mijn kamer decoreren en al die dingen. En uiteindelijk, als alles netjes op zijn plek staat, zal ik wel een house tour doen, want ik woon nu in een veel groter huis. Vroeger deelde ik mijn kamer met mijn zusje, nu heb ik een eigen kamer. Ik heb ook een eigen dressing gekregen. Ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. En we gaan samen uitpakken dan en zien waar dat we geraken. Als je nieuw bent op mijn kanaal, hey, welkom. Vergeet zeker niet op dat knopje hier beneden te drukken. En druk daarnaast op het belletje om telkens een notificatie te krijgen als ik een nieuwe video upload. En zet even in de reacties wat jij graag wilt zien in mijn roomtour, in mijn house tour. Of als jij ideetjes hebt voor mijn kamer, mag je die altijd doorsturen via mijn social media. So without further ado, let's get started. 1, 2, 3. My darling, I love you, 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 I love you. Ik ga natuurlijk voor deze video geen fancy kleren aandoen of zo. Dus ik ben echt in floddermodus. Ik heb een trui aan en dan gewoon zo een pyjama broek. Ik ga nu even laten zien hoe mijn kamer er momenteel uitziet. En ik neem jullie mee met wat ik vandaag allemaal ga doen. Dit is het eerste weekend dat ik eigenlijk kan filmen. Omdat het vorig weekend ook super druk was. Omdat ik een afscheidsfeestje had en al die dingen. Oké, dus dit is mijn kamer nu. Hier zijn kasten. Dit zijn al mijn spullen die ik moet uitpakken, al mijn kleren. Hier zitten ook nog kleren in. Zo, daar is mijn bed, daar slaap ik momenteel. Maar straks komt mijn echte bed. En dan hier is de dressing. De dressing mag ik ook helemaal gebruiken, maar die staat nu voor mijn doos, voor mijn papa en al die dingen. Dus momenteel kan ik daar niks in zetten, behalve dan daar, die kasten, daar kan ik mijn kleren in stoppen. Dus wat ik nu eigenlijk ga doen is, ik ga al mijn kleren uitpakken. Ik ga kijken van, zijn er kleren die ik wil wegdoen? Die moet ik ook nog uitpakken. Ik ga sorteren van t-shirts bij t-shirts, croptops, truien, jassen, al die dingen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik alles in de kasten stoppen. En dan gaan we beginnen met de volgende stap. En dat is eigenlijk spullen uitpakken. Maar ik ben aan het wachten op mijn make-upkast. Want mijn make-up kan ik nog niet uitpakken als ik mijn kast nog niet heb. Maar misschien de rest kan ik wel uitpakken. We zullen zien hoe ver we geraken. Ik ga een muziekje opzetten en dan ga ik beginnen sorteren. Oké, as you can see, ik heb echt al een heel stuk uitgepakt. Mijn kat... zij is in staakmodus of zo. Dit zijn eigenlijk al mijn onderstukken. Dus shortjes, rokjes, dansbroeken en joggingbroeken en zo. Jeans, printjes en dat zijn flirtpants. Hier heb ik altijd zo even al mijn topjes gegooid. Omdat ik daar niet mee bezig ben. Ik ga nu kijken in deze zak of dat daar nog broeken in zitten. En zo niet, dan kan dit al in mijn kledingkast. Guys, het is nu ongeveer 9 uur. Ik heb net gegeten. Ik ben niet klaar geraakt met mijn kleren, omdat ik kapstokken en zo nog nodig had. Dus as you can see, daar zijn er nog allemaal zakken. Mijn tv staat wel in mijn kamer. Morgen wordt mijn bed helemaal in orde gemaakt. En ja, morgen ga ik gewoon even verder filmen. Ik ga nu de laatste aflevering kijken van La Casa de Papel, want die moet ik eindelijk... kijken na een week lang wachten. Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. Hoe erg. Maar ja, ik zie jullie morgen. Slaap lekker. So guys, we zijn ondertussen een dagje verder. En ik ben hier met Evie. Maar we zijn nu wel onderweg naar haar thuis even. Daar ga ik even mijn nagel vingers gescheurd en dat doet ontzettend veel pijn. Wij zien jullie zo meteen. Doei! So guys, ik ben net bij Evie thuis. Ik heb mij weer helemaal omgekleed. Mijn jurk is van Shein. Mijn topje is van de H&M. Mijn schoenen zijn van de Bershka. En de panty is van Evie. Ik heb eigenlijk een soort van date night. Ik ga wel niet filmen waarschijnlijk. Maar ik ga morgen gewoon opnieuw verder filmen. Omdat ik waarschijnlijk hopelijk nog een beetje ga uitpakken. En hopelijk staat tegen morgen mijn kast al klaar. Zodat ik mijn make-up kan wegleggen en al die dingen. We shall see. En ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Oké, so guys, zoals jullie kunnen zien zijn bijna al mijn meubels in mijn kamer. Mijn bed staat er ook al. Hier heb ik gisteren in geslapen. En ja, morgen ga ik verder dit allemaal uitpakken. Mijn kamer een beetje op orde zetten. Alles inladen, want nu kan het. Anyways, ik ben net terug van mijn werk. Dus ik ga me nu even klaarmaken, omkleden en stilaan in bed kruipen. Mijn kamer zit letterlijk vol met spinnen. Ik kan echt niet meer. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn kussens zo horizontaal gelegd. Zodat ik zo horizontaal slaap. En ik niet in contact moet komen met de spinnen. So guys, het is nu zaterdag. En het is momenteel 11:30 in de nacht. En ik weet niet of jullie het al kunnen zien ongeveer. Maar mijn kamer is zo goed als klaar. Ik heb alles uitgepakt. Of toch mijn helft van mijn kamer. Ik moet de dressing nog steeds uitpakken. Want daar staan nog allemaal dozen van mijn papa die hij moet uitpakken. Dus die kan ik nog niet decoreren. Maar binnen 2 weken ga ik dus naar de IKEA samen met mijn beste vriendin Diana. En wij gaan daar nog meer decoraties kopen voor in mijn kamer te zetten. Maar ik ga jullie al een kleine roomtour geven. Dit is momenteel mijn point of view van mijn kamer. Het is heel donker, I know. Maar zo ziet het er ongeveer uit. Nu ik het helemaal heb gedecoreerd en nu al mijn meubels op zijn plek staan. De tv-kast gaat nog veranderd worden, maar momenteel ziet het er helemaal zo uit. Very aesthetic. Er zijn ook veel lichtjes in mijn kamer. Eentje moet ervan vervangen worden, maar ja. Ik ben echt ongelooflijk blij met hoe mijn kamer er momenteel uitziet. Er gaan natuurlijk ook wel een paar dingetjes bij komen. Een paar plantjes gaan erbij komen. Zodat mijn kamer er ook natuurlijk wel een beetje natuurlijk uitziet. En niet echt super strak zonder iets van touch. Ook de muren gaan geverfd worden. Dus het blijft niet blauw. Er gaan ook nog een paar foto's opgehangen worden. Maar ik kan eindelijk zeggen, na 4 dagen lang een paar video's te hebben gemaakt, kan ik eindelijk zeggen dat ik hier wel de video ga afsluiten. En de volgende keer ga ik met jullie verder doen. En uiteindelijk gaat er waarschijnlijk een roomtour komen. Net zoals een make-up stash video. Want mijn make-up is nu helemaal organized. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze allereerste aflevering van Tiffany Moves Out. Of ja, ik weet nog niet hoe ik de serie ga noemen. Maar in ieder geval, ik kijk er wel naar uit om samen dit te starten met jullie. En ja, ik ben heel excited om aan jullie te laten zien wat de evolutie van mijn kamer gaat zijn. So guys, dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!